Peter, het plan was in het begin, hoorde ik bij jullie zeggen in ieder geval, we kunnen ze kapot spelen. Jullie wissels duiden er ook op, hè? Per vier steeds wisselen. Dat leek te lukken in de eerste helft. Ja, goede eerste helft van ons. Ik denk dat strijdplan wat we van tevoren hadden besproken, dat het redelijk goed uitpakte. We hebben ook goede goals bij. Tom maakte twee schitterend en Isam uit een rebound. Ja, dan valt het allemaal eventjes goed voor ons. Waarom lukt het na rust niet meer dan? Ja, na rust vond ik ons iets minder snel spelen. Iets trager. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat een balletje wel goed valt. Want er zaten een paar goede aanvallen bij die geen doelpunt opleveren. Als we 4-1 maken is het denk ik gelopen. Nu blijven zij nog in de wedstrijd en dat werd nog heel spannend. Ja, want jullie speelden. Ik kreeg op een gegeven moment een beetje het idee van het is 3-1 en het wordt vanzelf wel 4-1. Ja, als je het een beetje gemakzuchtig vond, misschien zo leek het voor mij ook wel een beetje. Dat is niet de bedoeling, dat weet ik van onze jongens. Zo gaat het in een wedstrijd wel eens. Maar ja, gelukkig winnen we lekker met 3-2. Ja, het werd in de slotseconde nog even spannend. Ik geloof dat je nog 3 keer moest optreden binnen 5 tellen. Ja, nou ja, daar sta ik gelukkig voor. Maar ik werd nog wel even benauwd, want het is wel een goede ploeg hoor. Dus ze staan eigenlijk wel wat lager dan ze zou mogen verwachten. Ja, want zij verrassen denk ik dit. Zijn zij de verrassing dit jaar? Kun je het zo zeggen? Want ze zijn jong, onervaren en niemand had dit van ze verwacht. Ja, ze hebben een paar hele goede ervaren spelers. Een paar hele grote talenten zitten erin. Wat verrassing ook, hè. De spits is echt wel een verrassing, die doet het heel erg goed. Ja, het is een beetje de reuzendode vooral van dit jaar. Ze hebben al een paar goede ploegen pootje gelicht. En nou staan ze nog 1 keer klaar om jullie pootje te lichten voor de finale van de beker. Ja, die is net zo belangrijk. Ook die moet gewonnen worden. Deze voor het bereiken van de play-offs. Daar zijn we nog steeds volop voor in de race. Ja, een halve finale van de beker is natuurlijk knock-out. Moeten we ook winnen.